Ah, prachtig weer. De zon schijnt hier. Het is hier bijna 8 uur 's morgens. En we zullen even de tuin doorlopen om te kijken wat er allemaal gegroeid is. Dit is de tuin van de buren. En dan lopen we langzaam onze richting. En dit is de achterkant van de huizen. En even kijken. Dit is de buur dan. En hier onze eerste palmen. Ja, palmen zijn het niet. Het zijn in ieder geval hoge bomen. Laat ik zeggen. Het is hier wel heel mooi aangelegd. En ik hoop dat de honden hier het niet te vuil maken. Want af en toe zie ik hier van alles liggen. En wilde honden. Die hier af en toe rondlopen. Dit hebben we eventjes geleend van Camelia. Dan kunnen we de was mooi drogen als het regent. En de achterkant is nog een beetje een rotzootje. Nou, we hebben hier dus nog een hoop planten staan van het oude huis. Die moeten we nog schikken. En dat is het huis van de achterkant. En hier heeft ze wat oude boomstammen neergezet waar orchideeën op kunnen groeien. Dat is het plan in ieder geval. Nou, ik ben benieuwd of het lukt. Het ziet er in ieder geval heel oud uit. En ik hoop dat het allemaal blijft staan. Nou ja, hier is onze eikpalm, zou ik maar zeggen. De auto hebben we hier gestationeerd. En de planten groeien goed. Ja, ze hebben al een beetje water gehad. Dus wat dat betreft. Zie, oké. Okay. We kunnen hier rustig de deur openzetten, 's morgens. Is toch niemand? Nou, de werkers die zijn allemaal thuis. Op zondag wordt er niet gewerkt. Tenminste, meestal niet. Ik zal hier nog even doorlopen. Kun je de voorkant zien. Ja. Moeten de gordijnen nog even ordenen. Dit is eigenlijk de ingang. Hier overheen stappen. En hier komen we weer in het andere gedeelte. Hiernaast woont niemand, dus ja. Dan moeten we daar allemaal maar bij houden. Dus, nou, fan. De groetjes.